Al een dikke 10 jaar staat de Stadsrap Leiden garant voor wilde ideeën in de stad. Maar ze zijn niet allemaal heel erg wild, want sommige worden ook gewoon gerealiseerd. Singlepark is denk ik de bekendste, Frans. Zeker. Jij bent bestuurslid van Stadsrap Leiden, ook in de studio Jeroen Maters. Ook een van de mensen van het eerste uur bij Stadsrap. En ook van het Singlepark en allerlei andere plannen. Ja. Jullie hebben weer zo'n wild idee. We zien het hier een beetje achter ons. Ja. Het oude V&D-pand, nu vertaald in voor en door Leiden. V&D Leiden, Frans. Ja, dat klopt. We hebben denk ik eind 2019 met elkaar gedacht, hoe moeten we verder met het Stadsrap? Want er zijn zoveel initiatieven in Leiden. Heeft het nog wel bestaansrecht? Het was net het Hudson's Bay-pand stond leeg. En kregen we het idee, want waarom gaan we daar niet iets mee doen? Een beeldbepalend pand in het centrum van de stad. Waarom maken we niet een pand daarvoor voor alle Leidenaars? En toen ontstond het idee voor en door Leiden. En heel veel mensen in de stad die denken natuurlijk ook, ja, er moet iets met dat pand. Het zou fantastisch zijn als er weer wat inkomt. Maar ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar wie ben ik dan om daar iets voor te bedenken? En dat lukt toch niet. Ja. Wat is nou bij jullie anders, dat je dan denkt het lukt wel? Nou, waarom we denken dat het wel lukt, is omdat we met heel veel Leidenaars gesproken hebben over het idee wat we ontwikkeld hebben naar aanleiding van een grote brainstorm op 30 januari. En de reacties die waren zo enthousiast en zo van, nou, dit moeten we realiseren. Dat gaf ons ook zoveel inspiratie dat we denken dat het ook echt gaat lukken. Kan je heel kort vertellen wat we hier zien in Vogelvlucht? We hebben twee scenario's bedacht. Eén is dit scenario, waarbij we uitgaan van eigenlijk een verlenging van de buitenmarkt naar de binnenmarkt. Zodat je eigenlijk daar terecht kunt voor allerlei etenswaren kopen, koken, maar ook eten. Hè? Ja. Dus dat idee. Vervolgens willen we eigenlijk het maken een ode aan de stad Leiden door iets te doen met Leidse stijl shopping. En ook een makerij, dus niet alleen maar kopen, maar ook maken. En daarboven, Leiden is natuurlijk een kennisstad, een stad van kennis en cultuur. Kijken of je dat daar een goede plek kan geven. En tenslotte het prachtigste plekje van Leiden op het hoogste punt van het V&D-pand, waar je een dakpark zou kunnen maken, waar iedereen uitzicht heeft over de stad en over de burcht. Jeroen, zo'n binnenmarkt. Op woensdag en zaterdag is daar natuurlijk een markt voor de deur. Loop je dan ook naar binnen of is het elke dag? Hoe moet ik dat zien? Nee, elke dag zou het zijn inderdaad. Dus gewoon 7 dagen in de week. En dan ander aanbod dan buiten? Nou, voor een deel wel. Er zijn bepaalde producten die je makkelijker binnen dan buiten kan verkopen. Vlees, om maar eens wat te noemen. Dat wordt buiten ook op de Leidsmarkt trouwens. Dat is nu net een paar jaar, denk ik, één kraampje. Maar je ziet dat dat binnen makkelijker gaat. Maar bijvoorbeeld ook meer traiteurenproducten of iets meer in die sfeer. Ja. Maar dat moeten we natuurlijk wel heel erg goed afstemmen met de bestaande marktkooplui, zeg maar. Hè? Dat het echt een verrijking wordt van wat er al is. En niet een verdringing. Aan de andere kant is het wel zo, Leiden is de afgelopen 10 jaar met 7% gegroeid aan bevolking. Daar komen heel veel 10%. Mensen bij natuurlijk. Ja. Ja, dus de markt wordt sowieso wel groter. En in het geheel krijg je natuurlijk gewoon een hele berg mensen ook erbij die gewoon naar de V&D komen, zoals ze vroeger ook kwamen. Hè? Dus er komt sowieso al veel meer hoog. 1,2 miljoen mensen was dat vroeger, hè? Per jaar. Naar de V&D toen, ja. Kwamen 1,2 miljoen mensen. En nu een stuk minder natuurlijk. Ja. En dat was ook een vraag van het aanjaagteam Binnenstad. Dat is met de winkeliers, de horeca mensen en centrummanagement. We zouden heel erg graag willen dat die 1,2 miljoen mensen weer komen. Niet alleen voor dat pand, maar ook omdat die mensen dan daarna nog een hapje gaan eten. Ja. Of naar een winkeltje gaan. Weet je. We zien inmiddels het andere scenario een beetje aangepast. Er zit opeens de bibliotheek erin. Dat klopt, ja. Daar is al een keer onderzoek naar geweest om er een bibliotheek in te doen. Is ook helemaal geen raar idee, want het zijn vrij grote, donkere oppervlaktes, zeg maar. Er komt weinig daglicht. Nou ja, boeken hebben geen daglicht nodig, wel als je ze leest, maar niet als ze er staan. Nee. Dus dat zou echt hartstikke mooi passen daar. Ook omdat het zo'n centrale plek is in de stad. En dat zou dan betekenen dat... En ze zijn een nieuwe plek aan het zoeken, hè? Ze zijn een nieuwe plek aan het zoeken, ja. Dus deze was afgevallen omdat het waarschijnlijk te duur was. Maar we zaten te denken, nou, stel je voor dat we het met een aantal partijen zouden kunnen kopen. En dat het, dat het eigendom voor een belangrijk deel wordt. Dan komt het misschien wel weer binnen bereik om die bibliotheek daar te doen. En bij al die brainstorm was dat samen met die binnenmarkt trouwens wel eens een beetje het meest populaire idee. Van, nou, dat zou echt super gaaf zijn. En dan het hotel wat we aanvankelijk hier in de Vergulde Turk hadden. Dat zou dan
naar de leegstaande, dan leegstaande bibliotheek gaan. Aan de Nieuwstraat. Aan de Nieuwstraat. En het grappige was, dat is vroeger een hotel geweest. Het Herenlogement. Het Herenlogement, ja, inderdaad. Ja. Dus dan gaan we weer gewoon eigenlijk terug naar af. Frans, in dat andere model zit niet de bieb erin, maar een campus van ja, de universiteit. Universiteit, Hogeschool, MBO Rijnland. En willen die dat ook? Nou, die zijn heel erg geïnteresseerd. We hebben ook met hen gesproken via de werkgroep Kennisstad Leiden. En daar was onder andere vanuit de Hogeschool Leiden de opmerking van... ja, wij zitten vrij excentrisch in de stad, aan de rand tegen bij het LUMC. En wij zouden heel graag midden in de stad een plek willen hebben... En ja, dat komt natuurlijk heel prachtig overeen met dit pand. We gaan even gauw naar boven naar... Nou, dit is nog niet het dak, dit is de trap naar het dak, hè Jeroen? Ja, dat klopt, ja. Die is er nu niet? Nee. Dus zeg maar die... de roltrap die zit er zeg maar al wel. Hè. En op de bovenste verdieping heb je aardig licht. Want er komt licht van bovenaf naar beneden. Verdieping laag is het vrij donker. Dus dan dachten we, maken gewoon een gat in de grond... We maken daar mooie lounge trappen. Dan kunnen die studenten die daar een studieplek hebben of studeren met elkaar, die kunnen hier eventjes lekker zitten. Je kan hier een hapje eten of dingen die je hebt gekocht bij de Leidse Stijl Shoppen. Kun je eens kijken wat heb ik in godsnaam gekocht. Weet je wel. En erover praten met elkaar. Maar je kan er ook allerlei andere met z'n allen lekker zingen, zag ik volgens mij in jouw presentatie. Nou ja, één ding is, volgend jaar is Leiden European City of Science. Dus zij zoeken een plek om publiekscolleges te geven. Dus hoogleraren die... voor iedereen die het maar horen wil, een mooi verhaal kunnen houden. Maar wat we eigenlijk hebben bedacht bij die V&D, het zou eigenlijk een pand voor iedereen moeten zijn, zoals het altijd al was, hè, van de academicus en de arbeider. En we proberen ook continu dingen te verzinnen die dan voor beide aanspreken. En dat is aan de ene kant misschien van die hoorcolleges. Maar aan de andere kant lijkt me ook geweldig om, het is een ode aan Leiden, voor en door Leiden, dat we van 1 tot 1:30 op elke zaterdag met de zangeres zonder naam gaan meezingen. Of met de Shorts, of met Armin van Buren. Of maar gewoon een half uurtje zingen uit volle borst en daarna weer shoppen, studeren, eten. Kortom, nou ja, dat. We moeten naar het dak, want we moeten bijna afronden. Hier op dat dak staan gebouwtjes. Ja, dat zijn kantoorruimtes. Die zie je eigenlijk niet als je er niet hoeft te zijn, zeg maar. Als je die weghaalt, dan komt er 350 vierkante meter bij. Daar aan de zijkant, daar was al een dakterras. Daar was onder andere die tententoonstelling vroeger. Ja. En daarachter zie je ook nog platte daken. Als je dat geheel dan allemaal bij elkaar pakt, dan krijg je een gebied wat echt veel groter is dan het Stadhuisplein. En ook nog eens een keertje volop in de zon. Echt een heel groot, heel een groot mooi gebied met een prachtig uitzicht. Nou, het idee is om daar dan iets meer ook culturele programmering te doen. In een dakpark, wat we graag samen met de Hortus zouden willen aanleggen. Die hebben daar veel meer verstand Filmpje van erbij. Filmpje erbij. Lekker zitten als het mooi weer is. Met de uitzicht over de mooiste stad van Nederland. En binnen ook helemaal vergroenen, hè Frans? Zeker. Dus wat mij betreft gaat dat ook gerealiseerd worden. En de Hortus heeft al bereidheid getoond om mee te willen denken. Dus ja, dan wordt het ook echt ook Leids en ook groen. En dat past ook helemaal aan het beleid van de gemeente om vergroening te stimuleren in Leiden. Laatste vraag. Jullie hebben gezegd, volgend jaar op 1 oktober moet dit open. Dat gaat niet lukken, toch? Nou, kijk dat heeft ook een beetje te maken met 1, onze ambitie. En 2, dat het pand ooit in 1936 op 1 oktober is geopend. Als warenhuis. Om 16:30 als warenhuis. En dat bracht ons op het idee, we zetten daar neer 1 oktober 2022. Beetje druk op de ketel. Druk op de ketel. Maar wij snappen heel goed dat dat niet te realiseren is. Maar als het maar gerealiseerd wordt. En de eigenaar, ASR, vindt hij dat leuk, dit plan? Nou, ASR is buitengewoon enthousiast over het plan. Dus dat helpt. Alleen, ja, zij hebben natuurlijk hun eigen bedrijfsfilosofie. En het heeft een plek binnen hun fondsen. En daarmee moet het natuurlijk wel passend zijn. Dus we zijn ook echt de hele afgelopen periode goed met hen in gesprek om dit plan met hen ook te delen. En wij gaan nu met hen in gesprek om te kijken of we het straks ook gerealiseerd krijgen. Ja, want Jeroen, als ik dan met jou echt helemaal afsluit, ASR is ook nog aan het kijken of er woningen in dat pand kunnen. Maar dan moeten ze het hele pand gaan verbouwen, hè? Nou ja, die vloeren zijn vrij lastig om daar echt goede woningen in te kunnen maken. Aan de Maarsmans tegenkant zijn het sowieso blinde muren. En in jullie plan hoeft het allemaal Het is niet. Een monument. En we hebben al heel weinig grote vloeroppervlaktes. Hè. Bij de winkels is dat eigenlijk altijd het probleem geweest. Nou hebben we een keer grote vloeroppervlaktes. En hebben we op de begane grond een keer een plein wat Leiden mist.
En dan ga je het alsnog verkavelen. Dus dat is niet handig. En het tweede ding is, op zo'n centrale plek, dus echt de plek waar Leiden is ontstaan, hè, bij de Visbrug tussen de Rijn en de Breestraat. Ja, dat moet gewoon. Het was vroeger het kooppaleis voor gezinnen. Echt voor iedereen. Dat moet het gewoon blijven. Het moet gewoon eigenlijk, wat ons betreft, een hele gave Leidse publieke functie houden. Dat iedereen ervan kan genieten. Niet alleen een aantal mensen die het geluk hebben dat ze er mogen wonen. Dus eigenlijk willen we dat toch vooral in de eerste plaats uitzoeken of dat een goede mogelijkheid kan zijn. Jeroen, Frans, dank jullie wel. En succes met de plannen. Dank je.